Hey mensen, je kijkt naar Spooky 1611. En 2013 bracht ook deze geweldige game, genaamd The Last of Us. Ja, ja. Ik ben hier met Timo, Mr. Tuning 1990. En wij gaan The Last of Us nog een keertje gewoon lekker spelen in een commentary. En wij spelen Survivors. Wij gaan een match vinden met Survivors. Ja, ik ben dus doodgegaan. Dus ik begin weer bij week 1. Ik was bij week 12. Dat maakt niet uit. Maar The Last of Us, daar wil ik het even over hebben. In deze aflevering hier op oudejaarsavond. The Last of Us vind ik... het beste verhaal hebben. En de beste PS3 graphics die er bestaat. Dat ten eerste. Ten tweede vond ik dat... deze serie... echt cool is ontvangen door jullie. En ik vond hem ook... een van de games waar ik echt al een jaar naar uitkeek, was dit. Ik denk voor jou niet, hè, Timo? Jij was meer van, nee. Wow, The Last of Us? Ja, het was voor mij een verrassing, inderdaad. Ja, nee, ik had al een tijd geleden had ik er wat van gezien. En toen zag ik echt zo, wow, die graphics, what, this can't be real geval. Jezus, level 399. Wow. Ja, er zijn mensen die echt supergoed is. Wij gaan even een potje spelen. Druk even op die like, dankjewel. En geniet van alle games die je vandaag hebt gezien en ziet. We found a game and we are waiting for players. Maar het zit helemaal vol van de spelers. Hoe kan dit, Timo? Geen idee. Jij hoort dit te weten. Rah. Ah. Hij gaat University door. Of the Dam. Ja, gewoon niet. Ja, wat gaat het? Hoe mute ik iedereen? Oh, zo. Oef. Iedereen die begon met te praten en zo. Let's do this. Ik weet eigenlijk niet met wat ik wil, maar ik doe de hunting rifle, want die was volgens mij nog wel goed. The Last of Us, ja. Die serie liep in de zomer, in juli. Juni, juli. Mm-hmm. En dat is niet eens de zomer volgens mij. Ik weet niet wanneer de zomer begint. In ieder geval... multiplayer hebben we wel gedaan. Alleen iets minder succesvol. Maar ik vind het wel leuk om de multiplayer te spelen. Inderdaad. Ik begon met heel veel multiplayer. Daarna ben ik even gestopt. Dat kwam ook door tijdgebrek. Maar The Last of Us is zeker een hoogtepuntje. Dus we gaan hem spelen voor de laatste keer in 2013. Ja, 2013. Ik zeg al heel vaak dat het 2014 is, weet je wel. Dat, soms denk ik dat, maar zo, zo snel gaat de tijd ook weer niet. De tijd gaat wel snel, maar zo snel ook weer niet. Zo, dat laden, dat duurt lang, zeg. Ik ben de PS4 gewend. Ja. Dat duurt echt verdomd lang. Waarom begin ik nou weer gebukt? Son of bitches. Je merkt dat die load times dat die zo hoog zijn. Alright, ik pak hier mijn spul. Ik zie nog niemand lopen. Oh, ik zie een rood iets. Oké, daar loopt één. Er loopt er één in de verte. Lopen ze ook aan die andere kant, denk je, Timo? Ik heb geen idee. Ik zie geen rode stipjes namelijk. Moet je gaan luisteren. Oh ja, dat komt in het spel, hè? Ja, R2 ingedrukt houden. Ja, allemaal een beetje roestig. Dat kan gebeuren natuurlijk. Fuck, ik denk dat één iemand mij nu heeft gezien, sowieso. Oh ja, met zo richt hier. Oh, iemand is daar gespot. Wauw, hier twee rode stipjes. Ja, ja, gespot. Alright, go get him. Go get him, cowboy. Go get him. Oh, ik had hem in mijn vizier. Ah, kut. Er waren er twee. Fuck. Nee, drie, vier. Allemaal.
Waar zijn ze allemaal? Ik weet niet of je kan zien waar ik dood ben gegaan, maar daar waren ze alle vier. Waar ze net twee spotten, daar zijn ze alle vier. Ze zijn in een groepje. Oh ja, ik zie ze. Ah, Jezus! Oké, iedereen dood. Gewoon echt iedereen dood. En hun hebben alles. Ja. Slecht. Dat was... dat was echt even heel slecht. Ik zat er echt even in. Van, hoe ga ik dit aanpakken? Maar ja... Ik weet het gewoon even niet meer. Oh, ik heb zo'n... buy weapon ding. Cover me. Ik kan een wapen kopen. Oh, die is wel nice. Laat ik die gewoon kopen. All done. Let's go. Check dat wapen dat ik heb, jongen. Dikke... Wauw. Pak hier die medkit. Ik zie niemand hier binnen, hé. Maar ja. Nee, ik ook niet. Schijn bedriegt, hè? Schijn bedriegt met een spel zoals deze. Oh, ze zijn allemaal daar, denk ik. Zij zijn wel slim, ze zijn in een groepje. Ja, inderdaad. Auw! Ik ben dood. Wauw, het was ook letterlijk één hit. Goh. Ik ben dood. Waar ben jij? Ik was voor jou. Daar beneden bij die trap. Ja. Er zit dus iemand... Auw, 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 auw. Ja. Oh jongens, dit is zo'n tactisch spel eigenlijk. Je moet er echt de tijd voor nemen, wil je er weer in zitten, weet je wel? Uh-oh. Zo, die kill die rent. Oh, die duskill gaat eraan, die kill die rent. Er komt straks die kill aan. Ja, daar komt die. Oh! Met zo'n... Ah, oh, ja, die had zo'n... zo'n machete. Ja. En dan kan die duskill alsnog wel 118 weken het volhouden. Of 118 levels zijn. Maar met een team als ons... Kom je niet ver. Nope. Oh, ik heb nu een mooi hoedje. Of een petje heb ik. Waarom staan jullie allemaal stil? Ik was even mijn uitrusting aan het kijken. Oh, ik schrok al. Mijn loadout. Ik schrok al. Yes, ik kan nog een shift maken. Alright, good to go. Die vond ik altijd het best. Maar als je mocht kiezen tussen GTA Game of the Year of Last of Us Game of the Year, wat zou jij dan kiezen, Timo? Ja, dat is wel moeilijk. Dat is de moeilijkste, ja. Fuck. What? Nee, 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 nee! Ah, fuck. Fuckers down! We zijn alle twee. Oh, fuck. Fuck! Fucking got me.
Oké, okay, is nou echt serieus iedereen dood bij ons? Nee, ik ben stervende. Oh jezus, en ze hebben... Is er nou niemand dood bij hun? Ja, één. Oh, want ik had eentje gekild, dacht ik, maar mooi niet. Er is één bij hun dood, dus je hebt er wel één gekild. Nee, volgens mij stond er dat ik geen enkel had gekild. Dat betekent dus dat die kill die hem dus die genadeklap wou geven, dat die dus dat niet heeft gedaan. Dus ik dacht van, nou, laat hem dat wel even doen. Maar nee! Oh. Al mijn beeld stond dat er één iemand van de andere team dood was. Ja, maar niet door mij. Give me a sec. All done. En daar ging al mijn ammo. Alright, good to go. Oh fuck. Oh fuck, ze hebben me gezien. Ze zijn naar beneden. Ja, dat weet ik. Auw, fuck! Watch it, sniper! Auw! Hoe? Pas op, Timo. Ja, flank ze. Oh fuck, ik druk op verkeerde knop. Kut! Stond er hier ook in. Fuck! Hey, nee! Oh my god, hij revive ze gewoon beide en... Ah, nee! Dit is zo niet cool! Ik had ze alle drie bijna kunnen hebben. Maar die kill die denkt gewoon, YOLO! Ik ga hem reviven! En het lukt hem ook nog. Ik dacht dat ik hem makkelijk kon knallen, daar nog een headshot, maar hij miste gewoon. Jongen, nee, dit is rage moment. God. Die dust killed hem al, want dit slaat nergens op. Oh, Sander was close. Wat een ronde. Kijk, gaat hij weer? Waarom revived hij hem eerst? Goed zo, dust kill. Bam, kill them all. Pak hem, dust kill. Pak hem. Ja, lekker. En een ronde gewonnen. Eindelijk. Fucking verdiend. Ja, teabaggen maar. Teabaggen. Oh, dit vond ik verdiend. Jongen, dat was niet goed van ons. Dat was zeker niet goed van ons. Cover me. Alright, good to go. Good to go. Ik had zo makkelijk daar alle drie kunnen downen en kunnen hitten. Maar ik deed het niet. En dan weet je het. Zo, jezus. Wait up. Alright, good to go. Oké, nu gaan ze... Nu komen ze hier. Wait up. Let's go. Alright, good to go. Met z'n drie hoor. Oh jezus, ik ben gewoon down. No, ze komen! Wat is dit voor YOLO? Revive me. Lekker. Oh nee, met z'n drieën. Nou, dit slaat nergens op. Nee, dit staat inderdaad nergens op. Wat de hel, man. Nou, ik sta wel tweede met mijn drie downs. Ik heb drie mensen gedownd. Oh. Week 1, dag 2. Ja, ik heb meteen... Ja... Weet je, die assault rifle, fuck jou. En weet je, ik doe wel... wat is Hawkeye? Marks at last 3 seconds long and mark glow. Cool. Eén voordeel, ik heb geen zieken meer. Oh. Nou, dat is een voordeel. We gaan gewoon nog een rondje doen. Want dit is natuurlijk de speciale oudejaarsavonddag.
waarin wij nog even alle games van 2013 en games die wij gewoon speelden in 2013. Tenminste niet alle, maar gewoon een aantal leuke games nog een keer gaan doen. Bring up the fun. Bring it. Bring it on. Found game, waiting for players. Heb ik nog een leuke customization? Ik heb de... Oh, de Nederlandse vlag, die heb ik op. Oh, ik heb de Nederlandse vlag, hé. Wow. Zo op mijn hoedje. Op mijn hoedje staan. Heb jij ook? Tenminste, mm-hmm. Jij hebt die. Oh ja, yeah. Die ziet er zo stoer uit, not. Jezus, die moet je allemaal purchasen from PlayStation Store. Jezus, wat hebben ze... Ze hebben zelfs een ghost mask. Lol. Gewoon een dikke Call of Duty ghost masker hebben ze hier. Wauw, wauw, wauw. En dit is eigenlijk niet het laatste wat we van The Last of Us gaan zien op Spooky Snel. Want er komt een DLC uit in 2014. Een singleplayer DLC. Het verhaallijn van hoe Ellie... Ja. Was voordat ze Joel ontmoeten. Ja, voordat ze Gerard Joling ontmoeten. Ja, je zegt voor Joel. 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 Ja. En dat is cool. Dat is heel erg cool. Yep. Ik heb er zin in. 2014. Found game. En deze mensen die zijn allemaal niet zo hoog level. Dus wie weet, okay. Hebben we een kans. Ik stem op checkpoint. Ik ook op checkpoint. 3-3, het wordt het dam. Rotterdam, alsof ik zei Rotterdam. Oké, okay. An opponent stunned by a smoke bomb can be shifted from the front. No shit. Als hij dus gestunt is door een smokebomb, dan kan je hem overal shiften. Dan is het gewoon lats. Nice. Oh ja, als je een headshot doet, krijg je meer parts. Katsakatsaka, boom. You only have one life per round. So make it count. Oh, dat rijmt. You only have one life per round. Oh, dat laden duurt zo lang vergeleken in de PlayStation 4. Loading. Loading. Ik kan nu al lang in een... aan het einde van de wedstrijd. Van de op de PS4. Je was al lang op bij de PlayStation 4 in een game gekomen, bedoel je? Nee, bij het einde van die wedstrijd al. Al lang aan het einde van die match. Waarom druk ik altijd? Tuning is altijd degene die... Die gebukt staat daar, ja. Alright, man, I'm good to go. Alrighty. Wij gaan deze ronde ownen, Timo. Ja, ja. Oh, nou, dat klonk meer als... wat zegt hij nou? All done. Let's go. Oh, je hebt een kistje daar. Oh, mooi. Ja, goed op de radar kijken, Timo. Oh, die heeft gast bij ons gereedskeweerd. Nou ja, dus het... Oh, maar er komt meteen weer iemand bij. Dus dat maakt niet zoveel uit. Hé, hey, maar hier is niemand. Hoe komt dit? Hoe komt dit dan? Even een tweede shift maken. Ei! Ik word beschoten! Wat? Ik word beschoten! Timo, help me nou! Ja, nee, dat is niet slim om daar dan te gaan staan, want ze zitten er allemaal beneden. Met z'n allen. Oké, hier is Mr. Tuning aan het werk. Waar zijn ze dan? Ik zie ze niet. Wow! Auw! Goddammit. Ja, maakt niet uit. Nou, FD-mat, die gaat ze allemaal wel uitroeien. Hopelijk. Hopelijk. Oh. Ja! Oh nee, je weet wat dat is. Ja, maar nu komt hij met...
Ja. En die ene gooit nog eventjes een bommetje. Ja, zonde. Oké. Nou, nu ga je het beter doen, hè, Timo? Beloof het me! Beloof het me! Ik doe mijn best. Beloof het me! Ik kan het niet beloven, wat voor een zo gevaarlijk weer! Geloof het me, ik wil het echt wel, man. Ja, maar als je zegt, dan faal ik weer, dan dek je jezelf in en dan ga je juist falen. Ja. Ja, maar ik faal sowieso wel ook als ik zeg dat ik niet ga falen. Nee, kijk, nu dek je je weer in, Timo! Oké. Okay. Oh, ik zag hier iemand rennen. Rennen, oh ja, dat kan dan nog. Oké, okay, ik weet waar die is. Yes, ik heb iemand gedowned. Hey, ik ben dood! Nee, niet gaan schieten! Ja! Oh, dombo. Revive. Ja joh. Ik weet wel dat je me haat. Nee. Je ging net iets te ver naar achteren. Thanks for looking out. Oh, thanks, mate. Slagwapen nodig. Oh, hij komt hier! Hij is aan de andere kant. Pak hem! Oh nee! Wat zijn we aan het doen? Kijk, je had aan de mappen. Oh ja, pak hem. Wat waren we aan het doen? Dat was echt... Dat was echt een what the fuck moment. Thanks, die fighting Trojan, die kan dat goed. Hoe hield ik mezelf al, hè? Oh, zo. Nou... Als we hier samen staan, kunnen we allemaal in één keer doodgaan. Oh, nice. Hey! Lol. Hoe dan? Oh, daar! Oh, ik heb een flink verwond. Is er nog één? Pak hem! Ik heb hem! Yes! De andere! Yes! Oh! Je hebt 3 dood! Hier! Zie je, Timo? Je moet gewoon zeggen dat je het kan! Dit is gewoon een geen falende ronde was dat. Gewoon zeggen dat je het kan, zoals je dat deed. Wauw. Heb ik dat gedaan, denk ik? Oh, wauw. Dat was goed, man. All done. Let's go. I'm all done. Goed bezig hier. Holy shit. Come on, let's do this. Pak hier dit en dit en dit. Ja, ze zitten allemaal daar. Ja, meneer, hè? Wauw, Timo, dat lukt echt. Not. Gotcha, bitch. Hou. Pas op. Ze hebben een sniper. Maar waar zit die sniper?
zag hem daar ergens. Hey, look, Firefly! Kut! Die Hawkeye die werkt wel. Hey, tourist, over there! Nee, fuck. Nee. Gaat er niet worden. Ik heb het geprobeerd. Ja, goed gedaan, Tim. Ik dacht dat ik het kon! Je kon het ook. Oké, shit, waar moet ik heen? Dat is twee van onze man, waar jij dus één van bent tegen drie van hun. Dus één is er door. F-Matt is in trouble. FD-Matt. En je bent de enige nog online. Of alive bedoel ik. Fuck. Oh shit, ze komen met 3 man al. Oh jezus! Nah, dat kan toch niet? Nee. Dat kan toch niet? Ik wist niet dat het 3 man waren, ik dacht dat er nog 2 waren. Oh, 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 oh. Ja, teabag mij maar. En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering. Dankjewel voor het kijken, voor het abonneren. Druk op het duimpje omhoog. Tot de volgende keer. En check hieronder even de afspeellijst van The Last of Us Playthrough. De geweldige singleplayer. Daar komt dus een DLC van. En Timo, die knikt ja. Ik ga nog even dansen. Tot de volgende keer, jongens. Ciao.